Je kan terugkijken op een prima debuut. Ja, zeker, zeker. Volgens mij ging het best wel redelijk vandaag. Zware wedstrijd, leuke wedstrijd. Mooie sfeer ook. En, ja. Ik had graag de 3 punten vandaag willen hebben, maar ja. Dat was een van de smaakmakers. Dankjewel. Ja, vandaag ging best wel goed. Maar ja, zoals ik al zei, ik had liever gehoopt op de 3 punten. Ja, we hebben veel kansen gehad. Het is eigenlijk best wel positief, want je speelt eigenlijk een moeilijke wedstrijd. Vorig jaar ook. En ja, ik vind het eigenlijk best wel knap als je kijkt van, weet je, nieuwe jongens, samenstelling, een paar debutanten erbij. En als je dan zo'n wedstrijd speelt, vind ik eigenlijk toch best goed. En dan een linksback die linksbuiten staat? Ja, dat ook, ja. Je moet wat, hè. Je moet wat. Hoe beleefde jij de aanloop naar het duel toe vanaf het moment dat je weet dat je gaat spelen? Ik had eigenlijk best wel veel zin in. Weet je, als je hoort dat je gaat starten, al is het zeg maar op de linksbuitenplek, dan denk je van, ik wil alleen maar gaan. En ik denk ook wel dat ik het heb laten zien dat ik wel een beetje over had vandaag. Ja, dan ben je gewoon hongerig, dan wil je er gewoon graag staan. Ja. Is dat ook de plek waar je nu op moet richten, de linksbuitenpositie? Het is meer waar de trainer je wil hebben. Als de trainer zegt, je speelt op keeper, dan speel ik op keeper. Ja, maar dat zeg je omdat je jong bent. Hè? Ik bedoel, iemand die 30 is, die zegt, luister, ik ga niet op doel, ik ben linksbuiten. Klopt, maar ik ben nog geen 30 helaas. Gelukkig. Ja, daarom ja. Dus ik moet blij zijn met de minuten die ik krijg dit seizoen. Dus ik zal zeker niet klagen. Waar voel je je comfortabel? Is dat ook de positie die je vandaag bekleedt? Om heel eerlijk te zijn, ik voel me comfortabel beide. Ik heb heel lang linksbuiten gespeeld. En toen heb ik ook een hele lange tijd op back gespeeld. Dus ja, beide zitten nog best wel in mijn systeem. Die kramp verschijnselen, is dat een klein beetje spanning ook misschien? Nee, ik moet zeggen van eerste wedstrijd betaald voetbal, zware wedstrijd, hard werken. Het is natuurlijk een stapje hoger als jong. En, ja. Ja, ik had het eigenlijk niet echt moeten laten zien, maar op een gegeven moment voelde ik het wel, ja. Pijpje leeg. Ja, maar ja, dat... Mag ook, hè? Hey. Zeker, zeker, zeker. Je moet je leeg spelen. Als je niet leeg bent aan de wedstrijd, heb je geen goede wedstrijd gespeeld. Tot slot een klassieker. Waar gaat het shirt heen? Ja, volgens mij mag ik hem niet houden. Wat is dit nou? Volgens mij mag ik hem niet houden, nee. Zijn er nieuwe regels? Misschien wel. Tuurlijk, man. Als je debuteert, mag je het shirt houden. Ik zou het niet weten. Ik denk niet... Dan moet je niet bij mij zijn. Ga ik voor je regelen? Ja. Tuurlijk. Kom op, je debuteert maar 1 keer. Dat is zeker waar. Waar gaat hij dan naartoe? Ik denk dat hij dan bij mij mooi wordt ingelijst. In mijn eigen kamer, ja. En dan trots kijken naar dat shirt. Zeker, 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 zeker. Doe hem in je tas, man. Dankjewel, man. Je had hem op je schoen? Ik had hem op mijn schoen en goed ook. Maar de keeper pakte hem, helaas. In je hoofd zat hij al, hè? Hij zat inderdaad al, ja. Echt een grote kans. Ja, ik probeer hem gewoon zo hard mogelijk in de hoek te schieten. Ja, ik geef hem net een beetje genoeg kans, denk ik. Ja, goede redding en een pakteam. Ja, helaas. Is dit situatie, ik had dat anders moeten doen of gewoon alle complimenten voor de keeper? Ja, een beetje beide. Als ik achteraf misschien, ja, ik heb hem nog niet teruggezien hoor, maar als ik het een beetje hoor, ik hem misschien nog met mijn binnenkant kort toe kunnen schuiven. Maar ja, wat ik zeg, de keeper doet ook gewoon goed. Jullie hebben genoeg grote kansen gehad. Ja, dat nemen we onszelf ook kwalijk. Vooraf denk je, oké, ja, lastige wedstrijd en dat was het ook. Maar we hebben toch echt wel de grotere kans gehad deze wedstrijd. En in principe moet je dan eentje maken en dan win je hier. Ja, dat gebeurt niet, dus dan ben je wel teleurgesteld. Zijn jullie gevoelsmatig verder dan je dacht dat je was? Nee, ik denk dat wij wel het gevoel hadden dat we echt wel ver zijn. Tuurlijk moet je kijken hoe ver de tegenstander natuurlijk is. Maar ik denk dat we echt wel dat we goed bezig zijn en dat we echt wel heel ver zijn. Ja, het gaat vaak over de spelers die er natuurlijk niet zijn. Terwijl jullie dat anders moeten zien. Jullie moeten kijken naar de spelers die er wel zijn. Ik vond dat jullie goed voor de dag kwamen. Ja, is ook zo. Is ook zo. Ik denk dat je in de voorbereiding natuurlijk ook hebt gezien. Win je af en toe wedstrijden 3-0 tegen Genk, de laatste wedstrijd. Ja, dan kan je zeggen het is een mindere tegenstander. Maar in principe hebben we wel hetzelfde gespeeld als tegen de Graafschap. En dan zie je dat een net iets betere tegenstander wat meer met meer weerstand biedt. Maar ik denk dat je nog steeds een paar kansen erin had kunnen schieten en ga je hier alsnog weg met winst. Hoe voel jij je in je nieuwe rol? Ja, prima. Af en toe is het nog zoeken. In de rust hebben we ook wat dingetjes omgegooid. Of tenminste omgegooid, extra duidelijk gemaakt. Maar ja, voor de rest gewoon prima. Ik moet het opvullen, dus dat doe ik dan. Maar is het een rol waarvan je zegt, dan wil ik langer blijven staan? Nou, in principe ben ik centrale verdediger of rechtsback dan. Maar dit vind ik niet erg, laat me het zo zeggen. Ja, je speelt, maar rechtsback centraal gaat je voorkeur uit? In principe wel, natuurlijk. Maar wat ik zeg, ja, als ik het middenveld moet opvullen, dan vind ik dat ook prima. Heb ik al vaker gedaan. 2 seizoenen geleden volgens mij, dus ja, het gaat prima. Tot slot zien we je volgende week. Ja, ja. Tot volgende week. Tot volgende week.